Hoe zorg je ervoor dat je je niet steeds een loser voelt die zijn doelen niet behaalt, oftewel de edele kunst van not giving a fuck? Dit is Pak je podium TV. Hoi, ik ben Eva van Pak je Podium en net als zovele heb ik onlangs het boek De Edele Kunst van Not Giving a Fuck gelezen, oftewel The Subtle Arts of Not Giving a Fuck van schrijver Mark Manson. Een mega bestseller die je met zijn oranje kaften overal tegemoet schreeuwt. Maar daar zitten zeker tips in waar jij ook wat aan hebt. Het beschrijft een beetje de tendens van deze tijd dat iedereen altijd maar wil dat het allemaal beter en mooier en sneller is. En dat je om je heen kijkt en dat je alleen maar goddelijke lijven en miljoenen op de bank ziet staan bij anderen. En dat je denkt: maar hoe kan ik dat ooit even naren? Nou, hij zegt eigenlijk meteen: stop ermee. A. Iedereen klooit eigenlijk maar wat aan. En B. Op elk niveau waar je komt, ze zeggen wel eens elk level heeft zijn eigen devil, kom je weer nieuwe problemen tegen. Dus ook al ben jij die superrijke ondernemer in een strak lijf, ook dan heb je weer uitdagingen waar je steeds voor tegenaan loopt. Dus het is nooit perfect. Drie quotes uit het boek die mij inspireerden: De eerste: What is the pain you are willing to sustain? Wat is de pijn die jij bereid bent te leveren om je doel te halen? Dus als jij een goddelijke fit girl lijf wil hebben, ben je dan bereid om meerdere keren per week naar de sportschool te gaan en dat lekkere kaasje en dat potje te laten staan? Zo geldt het ook met presenteren. Er is inderdaad een soort pijn die iedere keer ontstaat als je de bühne op moet, die ik zelf ook nog steeds ervaar. Ook ik heb vaak nog bij een dagvoorzitterschap dat ik soms denk van Oh, waarom deed ik het ook alweer? Oh, als het maar goed komt. Dan, dat zeg ik dan, dan ben ik gewoon eigenlijk een beetje zenuwachtig. Dus ben je bereid die knoop in je maag aan te gaan? Want dat heb je ervoor nodig om goed te kunnen presenteren. De volgende quote is, failing forward. En daarmee bedoelt hij eigenlijk dat de mensen die het meest succesvol zijn ook het meest hebben gefaald. En hij vergelijkt het met een baby of een dreumus die net leert lopen, die gaat natuurlijk tien keer op zijn snuffert. Maar die zegt dan niet: Nou, nah, ik denk dat lopen niks voor mij is. Nee, die staat gewoon op en gaat weer verder. En zo is het ook met jou. Stel je wil voor het eerst een webinar gaan geven. Ja, dan weet ik van ja, maar hoe doe je dat dan en hoe is de techniek? En pff, laat maar zitten. Of ga je gewoon even. Naar een website, webinargeek.com of zoiets. Of ga je een tutorial kijken op YouTube. En ga je het gewoon stukje voor stukje uitvogelen. Ik heb ook meegemaakt dat ik uh, live ging op Facebook en dat ik dat helemaal had geroept de advertentie erop. En dat het vervolgens helemaal technisch in de soep liep. En natuurlijk schaamde ik me toen rot en wilde ik het liefst in een gat in de grond duiken. Maar ja, ik heb in ieder geval die vlieguren gemaakt en de volgende keer ging het weer beter. Dus ik ben daar niet gestopt, nee, ik ben doorgegaan. En dat gun ik jou ook. De laatste quote is: Don't just sit there, do something. The answer will follow. En dat was een quote die zijn wiskundeleraar vroeger tegen hem zei: Als je een wiskundesom had die je niet snapte, zei de leraar: Ja, ga dan niet gewoon daar alleen maar naar zitten staren, maar begin er gewoon aan. Ga gewoon dingen uitproberen. En dan werkt het het beste. Het mooie is dat we vaak denken dat je eerst gemotiveerd moet zijn en dat daar dan een actie uit volgt. Maar hij zegt, het kan ook andersom, juist als je al een actie begint, zwengelt dat juist ook de motivatie aan. Dus vanuit actie ontstaat ook motivatie. Dus begin gewoon. Ik ben heel erg benieuwd. Heb jij dit boek gelezen? Wat vond jij ervan? Laat het weten in de comments. En ik ben ook vooral benieuwd, what is the pain you are willing to sustain? Wat ben jij bereid over te hebben voor je droom? Wat is je droom? Laat het me weten. Nou, ik heb in ieder geval alvast één stapje voorwaarts naar, die, naar dat doel. En dat is mijn gratis videotraining die ik voor je heb gemaakt. Kijk snel op eva.brouwer.tv en daar uh, kan je je voor inschrijven. En dan ben je al in ieder geval lekker bezig. Dan volgt de motivatie vanzelf. Ik zie je heel graag bij de volgende Paks Podium TV.